Vandaag gaan we een van de allerbelangrijkste thema's uit deze digitale tijden behandelen. Welkom bij Victor Vlogdown. Ja, ik vraag me eigenlijk heel de lockdown al iets af. Het gaat over een online fenomeen waar ik totaal niet mee ben. En het is eigenlijk de allereerste keer dat ik zo het gevoel heb dat ik ergens te oud voor ben. En ik ben ervan overtuigd dat er nog heel veel mensen zijn die met hetzelfde probleem zitten. Het is namelijk TikTok. Ik hoor alleen nog maar TikTok hier, TikTok daar, TikTok overal. Maar vandaag ga ik onderzoeken of ik er moet aan meedoen of niet. Dus ik heb me al een beetje voorbereid. Ik heb de app al gedownload. En ik ga hem nu voor de allereerste keer opstarten. Ik moet hier mijn interesses kiezen. Beauty en stijl. Ja, natuurlijk. Eten, ja. Talent. Oh, dat is ook een interesse van mij. Oké, ik heb mijn interesses gekozen. We gaan eens naar de volgende stap gaan. TikTok wil je berichten sturen. Daar kijk het van, hè. Dus elke app dat je downloadt, vraagt dan, wil je berichten sturen? Nee, laat me gerust. Sta niet toe. Voilà. Oké, ik heb mijn account gemaakt. Mijn naam is Advik Verhulst. Voor iedereen die mij zou willen volgen op dit superleuke kanaal. Oké, ik kom hier direct op een knotsgek filmpje terecht. Oké, na mijn eerste onderzoek begrijp ik waarom ik er nog altijd niet op zit. Dus ik heb gewoon een paar filmpjes gezien. En ik snap eigenlijk het verschil niet goed tussen TikTok en Instagram ofzo, want je kunt daar toch juist hetzelfde doen. Ik ga ook eens even de mening van de andere huisgenoten vragen wat dat zij vinden dat ik moet doen. Leo, vriend, wat denk jij ervan? Moeten we op TikTok gaan? Hey Marie. Ik ben bezig met een TikTok-account aan te maken, maar waarom lacht jij nu? Dat is toch niets voor u? Aha. Ik snap dat niet zo goed, TikTok. Maar ik ook niet, hè. Zit jij erop? Ik heb een account, maar ik heb er nog nooit iets op gepost. Ik wou gewoon eens zien waar dat over ging, waarom dat iedereen er zo over praat. Dus jij hebt ook nog nooit iets gepost? Nee. Nu is het zo, ik heb al even onderzoek gedaan. En ik heb ontdekt dat het dus vooral dansfilmpjes zijn dat het heel goed doen. En dat dat ook vol challenges zit. Challenges? Challenges. En nu heb ik een hele leuke ontdekt. Ja? De Britney Spears Challenge. En dat is een dansje dat je met twee moet doen. Dus ik wil TikTok toch een kans geven en ik wil even de Britney Challenge met jou proberen. Met mij? Ja. Ik kan niet dansen, hè? Ja, ik wel, dat scheelt. Oké, de meeste mensen oefenen dat waarschijnlijk, dat dansje. Ja. We gaan het ook even doen, maar vanaf dat we het opnemen, de eerste keer wordt hem gewoon. We gaan het geen 10 keer opnemen, dat heb ik geen goed zien. Dus dit is de repetitie. Oké. Pam, 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 pam. Goh, zie, ik heb geen broek aan. Wacht, ik haal een broek. Oké, Marie is een totale metamorfose, dus voilà. Hoe zit hij hier? Het kader is al goed, hè? En de setting is ook heel mooi. Ja, de setting is top. Geluid. We zetten dat liedje erop. We kunnen het gaan opnemen. Slechtste TikTok die er op het internet komt teruggelegen. Voilà, dat was mijn eerste en waarschijnlijk ook allerlaatste TikTok-video. We gaan hem wel gewoon online zwieren, dus laat zeker weten wat jullie ervan vinden. En wij zien jullie morgen terug. Bye-bye.